Ja, hier was het, hè? Ja, hier was het. Dit was de route. Koning liep die kant uit. Hij kwam vanuit het achterhuis. Het was natuurlijk een schitterende dag, heel anders als vandaag. En dus hier was het grote publieksmoment. De grote uitdaging voor de Fries was niet zozeer het bedenken van een mooi programma, maar meer het geheim houden van de komst van het koningspaar. Iets wat hij maanden moest stilhouden. Ik denk dat dat ongeveer februari was. Dat de burgemeester bij me kwam van, joh, ik moet je even spreken. En dat doet hij wel vaker, maar deze keer was het toch wel een bijzondere mededeling dat de koning en de koningin zouden komen. Ja, dan gaan natuurlijk de raderen draaien. Hè? Van, dan weet je dat er heel wat op je afkomt die maanden daarna. Nou, dat is ook wel gebleken. Dat moet eigenlijk zo lang mogelijk geheim blijven dan. Ja, je moet wel dingen regelen. Ja. Het betekent dat je aan de slag gaat. Op een gegeven moment moet je toch ook collega's in vertrouwen nemen. En hoe gaat dat dan? Hoe ging dat bij... Deze keer was het natuurlijk best lastig, want de koning en de koningin, dan worden mensen natuurlijk altijd een beetje hyper. Dus ik had bedacht van weet je wat, ik verzin het verhaal dat de eurocommissaris van Visserij op bezoek komt bij de Friese Poort Maritieme College. En dat ging er als ketellapper in, zou ik als willen zeggen. En dat heb ik een tijdje vol kunnen houden, totdat er een bezoek kwam met zulke hoge pieven vanuit het Koningshuis en vanuit Den Haag. Ja, toen konden we niet langer stilhouden en toen moest ik toch met de billen bloot. Dus toen zei ik op een gegeven moment, ja jongens, ik moet jullie wat vertellen. Het bezoek van de eurocommissaris gaat niet door, maar jullie krijgen wel iets anders. En dat is namelijk het koningspaar. Nou, dat was even een bom die insloeg hoor. Mensen sloegen stijl achterover aan tafel. Ja, die hadden dat natuurlijk nooit verwacht. Maar dat is natuurlijk heel leuk voor zo'n school om dat een keer mee te maken. Wat voor voorbezoeken krijg je allemaal als de koning komt? Nou, het begint natuurlijk met de organisatie vanuit het Koningshuis. Hè, wat wil Urk laten zien? Nou ja, en dan komen er steeds meer mensen in beeld. Veiligheid, RVD, persoonlijke beveiliging, logistiek. Je kunt het zo gek niet bedenken of je krijgt ermee te maken. Dus, en dat gaat op een gegeven moment natuurlijk toch een beetje opvallen. Van al die mannen en dames hier over de vloer. Ja, Urk is natuurlijk dan toch weer, is klein. Dus dat gaat hard dan, denk ik. Ja, als ik hier met mensen op het haventerrein loop, ben ik sowieso al verdacht. Is het stil kunnen blijven tot het goede moment, zeg maar? Ja. Ja. Dus dat is wel knap op zich. Op Urk is dat best knap, toch? Ja, er stond ook een behoorlijke straf op, hoor. Ja? Nee, gekkigheid natuurlijk. Maar mensen weten het belang wat daar bij zit en gaan daar op een goede manier mee om. Cadeautjes. En er wordt nog eventjes gezwaaid. Een goed gevoel over de dag? Een heel goed gevoel, ja. En mooi weer was er inderdaad. Ja, wij hebben een bijzondere relatie met dat soort dingen. Als er op Urk wat aan de hand is, hebben we meestal 9 van de 10 keer mooi weer. En dat was nu niet anders. Komt de koning komend jaar nog? Ik mag er nog niks over zeggen. Ja, als het zo was, zou je het niet zeggen. Nee. Er zijn op dit moment geen gekke plannen bekend. Nee.